Hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Blievius, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2016, met Blievius natuurlijk. Vandaag gaan we rijden weer eens met een mooie GTW, en we staan hier momenteel in Zwolle. En u rijdt de stoptrein van Zwolle naar Hardenberg met deze twee GTW's. Nou, laten we dat maar vooral even doen. Ik haal hem even van de pauze af. En de deuren gaan voor ons open. We doen even de... ik zet even mijn volume wat zachter. Ik zet even mijn richtingsschakelaar naar neutraal eigenlijk, om zo te zeggen. Want we doen namelijk de Doorneman aan deze rit. Zo. Uiteraard gaan we rijden met de ATB, want we kunnen ja niet zonder. Even kijken. De frontzijnen gaan aan. Heel mooi. En dan zet ik deze, denk ik, op Emmen. Ook al zal de heen nog Emmen helaas nog niet bestaan, maar ik zet hem wel op Emmen. Nou, we kunnen zometeen direct starten, al zeg ik het zelf. En daar komt het echt wel een klein beetje op neer. Framerate is momenteel erg laag. Dat heeft alles mee te maken dat we nog in Zwolle zijn. Deuren gaan dicht. Ja, de deuren zijn gesloten. Heel mooi. Nou, dan zorgen wij ervoor dat we met volle gang weggaan. En ik zal uiteraard wat comments gaan behandelen als wij Zwolle uit zijn. Want die framerate wil ik gewoon een klein beetje in de gaten houden. Dan een klein beetje sneak is het altijd hier. Zo. Nou, dat zal er waarschijnlijk, wat naast ons rijdt, zal dan met zeer grote waarschijnlijkheid de Intercity, of de, sorry, de Intercity, de stoptrein naar Enschede zijn. Ook al staat het er niet op, maar ik denk wel dat het zo is. Mooie buffel. En die zal dan waarschijnlijk gaan vertrekken richting Enschede, want je hebt natuurlijk nog de buffelrijen tussen Zwolle en Enschede. Ook al gaan daar strakjes fluts rijden als het goed is. Dus dat maakt het ook wel heel, heel stuk leuker dat er gaan dan nieuwe treinen rijden. En wat ik ervan begrepen heb, zijn dat wel vrij luxe treinen. Dat zeggen we ook een beetje gedacht tegen de buffel hier in... Oh, ja, tuurlijk. Ik vergeet het door de man. Dat is inderdaad niet handig. Nou, ik hoop dat jullie mij kunnen vergeven met deze slordige start. Ik zal even de remmen hiervan lozen. Zo. En dan gaan we gewoon verder alsof er eigenlijk helemaal niks gebeurd is. Dat is natuurlijk niet zo. Je krijgt natuurlijk gewoon een noodrem voor je hasses. Maar oké, dat maakt niet uit. Het is toch niet gebaseerd. Oh, het is wel gebaseerd op tijd. Shit. Nou ja, we zien er wel of we tijd aankomen, ja of nee. Uiteraard heb ik deze episode ook nog wat comments met mij meegebracht. Deze comments die zijn dan van episode 230. Toen reed ik op een nieuwe baan. Jawel, ik reed eens op een nieuwe baan. We reden toen op de... dan moet ik eventjes nadenken. Dat was de Banknoten Sedin. Route was dat. En Banknoten Sedin, dat is een uitgebreide versie van de... even kijken, je gaat daar volgens mij... Even nadenken waar ik godsnaam ook weer heen ging. Was dat niet vanaf Berlijn naar nog iets? Ik weet het niet meer. Ik durf er niet met zekerheid meer te zeggen. We gaan eventjes optrekken richting de 100. Nou, heel toevallig komt nog ons even een koploper. Een ICMM ons tegemoet. Een koploper klopt natuurlijk niet. Dat is het oude model. Dit is onderhand alweer het nieuwe model. Zo, ik laat hem wel even gewoon 97 rijden. Maar ja, wat ik ook heel vaak zeg. Dan moet ik even goed nadenken. Ik heb volgens mij één keer over deze lijn gereden. En dat is toen ik vanuit Hengelo naar Dalfsen heen moest. Dus ja, dat is echt de enige keer dat ik over deze lijn heb gereden. Dan moet ik eventjes denken. Want Hengelo-Dalfsen. Ik moest vanuit Hengelo moest ik eerst naar Almelo heen. Vervolgens moest ik naar Marienberg heen. En vanuit Marienberg ben ik op de stoptrein doorgegaan richting
Dalfsen. Dat was toen met een Mat 64 was dat toen nog. Dus ja, goede herinneringen weer aan die oude Mat 64 uiteraard. Om even de comments erbij te pakken van episode 230. Dan moet ik even... Ik wou net zeggen, waarom gaat er ging een heel irritant balkje voor zitten, waardoor ik niet op een bepaalde knop kon drukken. Dan is de allereerste comment is van Treinen door NL. Wil je een keer rijden met de trein die langs kwam op 22 minuten 16? Weer mooi gereden. Volgens mij, als ik me niet vergis, de trein die op dat moment voorbij kwam, dat was volgens mij een soort van, ja, dat was best wel een verknipte trein eigenlijk. Ik zou eerst moeten kijken waar ik die in godsnaam vandaan kan halen, want ik weet niet van welke uitgever die trein komt. Dus ik zal eerst moeten kijken wat ik überhaupt kan doen. Mijn god, ik vergeet die doorneman bijna. Ik zet hem toch weer iets harder, denk ik. Anders hoor ik die doorneman niet. En dan kan het wel heel gevaarlijk worden als je de doorneman niet hoort. Want dan gebeurt allerlei van die rare dingen. De Larici. Deze herfst was er veel SGM-treinen defecten hier in de buurt bij Hengelo. Daarom hebben ze een Mat 64 DDR en SLT inmiddels... rijdt er nu sinds 13 december 2015 planmatig een DDR. Ja, dat kan ik inderdaad heel mooi zien vanuit mijn werk. Want ons kantoor staat weliswaar langs de A1 en ook langs het spoor. Daar zie ik regelmatig veel treinen voorbij rijden. Je ziet wel eens een ICM voorbij rijden, je ziet wel eens een firm voorbij rijden. Je ziet een... wat heb je nog meer dat allemaal voorbij komt rijden daar? Een... Even die gaan we nog wat meer lozen. Zo. En even kijken, wat heb je dan nog meer? DDR natuurlijk. Ik heb zelfs nog een SLT een keer zien rijden. Durf ik te zweren. Dan hebben we Trein Maurits. Leuke video, Bjorn. In Duitsland rijden is ook heel erg leuk. En de trein is ook heel erg gedetailleerd. Mooi om te zien dat je er zoveel mee kan. Ja, ik moet zeggen, dat is natuurlijk die... dan heb ik even de naam van de trein ben ik kwijt. Ik ga trouwens even in de passagiers... Zo. Dat is de OBB 2016. Is inderdaad een zeer gedetailleerde trein. Heb ik ook echt geen moment spijt van gehad dat ik die überhaupt een keer gekocht heb. Echt wat een ontzettende mooie gedetailleerde trein is het ook. Echt waar, dat meen ik hoor. Eventjes zo doen. Even een mooie screenshot krijgen. Zo, dat vind ik wel een mooie. En we blijven op die numpad, hè. En we blijven drukken. Maar dat kan ook wel eens een mooie worden. Zo. Misschien nog eventjes... zo. En dan doen we... iets dichterbij. En dan maken we hier een mooi... Zo, hoppakee. Eens eventjes kijken. Dan is de volgende comment is van Tim Vastbender. Leuk gereden weer, Bjorn. Ik telde 30 wagons, klopt dat? Zou je een keer zo'n mooie goederentrein kunnen rijden met de BR44 of een andere goederenlocomotief? Als de BR41, 50 of 52. Dan zal ik even moeten kijken of ik in bezit ben van een van die treinen. Want ik weet namelijk niet of ik überhaupt in bezit ben van die treinen. Dus ik ga eerst kijken of ik ze heb. En daarna moet ik nog eventjes wat kunnen doen. Natte Harry. Wordt iedereen in dat ondergrondse station ook meteen vergast door je diesel-loco's? Nou, het zou me niet verbazen dat als mensen daar binnenkomen, dat ze meteen vergast worden door alle diesel-locomotieven die daar komen. Of misschien hebben ze ook wel een soort van afzuigingssysteem. Ik zou het niet met zekerheid durfen kunnen zeggen. Dutch Dog Gaming, op Just Train staat een Flirt 3. Ja, inderdaad. Maar dat ding is ook echt gewoon Flirt. Echt gewoon heel letterlijk fluttreinen zijn dat. Ting ting, waar staat? Oké. Nou, we rijden dan eventjes wat langzamer, want we moeten richting de 40. En ik wil natuurlijk station Dalsen niet voorbij schieten, want dat wil eigenlijk helemaal niemand. Wielslip, ja, het zal ook wel niet. Zodra je natuurlijk te krachtig blijft remmen, dan wordt dat natuurlijk ook helemaal niks. Maar ik weet inderdaad dat Just Trains een flirt aanbiedt. Maar ik heb nog, ja, tot nu toe volgens mij nog maar een paar treinen gekocht van Just Trains. En de enige trein waar ik echt blij mee was dan wel de,
hoe heet je ook alweer, de Taurus. Man, dat is me toch ook een trein. Alleen het enige wat ik zo jammer vind, hè, daar maken ze zoveel van die gedetailleerde dingen. Zoveel van die gedetailleerde dingen. En dan vergeten ze gewoon elke keer, of ik heb nog geen enkele trein gezien, die dan de, testfunctie heeft. Want een Duitse trein heeft altijd een testfunctie van PZB en de LZB. En die heb ik nog nooit, maar ook echt nog nooit in de trein gezien. En dat vind ik zo jammer. Want je hebt namelijk hele gedetailleerde dingen heb je. Oh kijk, het trein gaat toevallig net op groen, die andere trein eraan komt. Maar goed, moet hij toch nog even wachten. Dan hebben we Bas Schoormans, weer een topvideo, Bjorn. Deze locomotief is de ER20 Hercules van Siemens. Zou je weer eens met de koploper ICM willen rijden tussen Den Helder en Amsterdam Sloterdijk? Ik las nu weer heel wat anders. Tussen Den Helder en Amsterdam Sloterdijk. Met de ICM. Dan zou ik denk ik een scenario moeten ombouwen, maar het zou wel mogelijk moeten zijn. Philip Dam, hey Bliefjes, kan je weer een keer met de 1200 rijden? De route maakt niet zoveel uit. 1200 of DDR? Nee, 1200 die heb ik volgens mij helemaal niet. Uit mijn hoofd. De 1200? Volgens mij heb ik die niet. Zo, misschien dat ik eens een keertje moet kijken bij Dutch Classics. Want ik heb al best een tijdje geen trainer van hun überhaupt nog binnengehaald. Dus misschien dat ik wel eens kan... 1200 heb ik wel. De 1200 heb ik... Ja, wel, die heb ik wel. De 1200 heb ik wel desnoods. Ik zal eens kijken wat ik kan doen. Ferdinand Pippers. Hey, bliefjes, ik heb een gamestuur met pedaal gekocht. Maar die is niet echt goed. Heb jij misschien een advies voor gamesturen van ongeveer 100 euro? Kijk naar wat stuurwielen bij de Mediamarkt of zo. Ik kan me wel herinneren dat mijn stuur, mijn GeForce, die komt weg bij de Mediamarkt. Maar ik weet zo niet meer hoeveel die gekost heeft. Ik heb er geen idee. Train Channel Europe, leuke episode weer, Bjorn. Ik vind het echt gaaf dat je door de locomotief heen kunt lopen en alles zelf kunt opstarten en aanmaken. Ook goed gereden. Ja, daarom vind ik dat ik ook een van deze dit soort locomotieven ook ontzettend leuk om te bereiden. Ik bedoel, hoe meer toeters en bellen aan een locomotief zitten, hoe leuker ik het vind. Ik bedoel, ook Virtual Railroads, die maakt hele geavanceerde locomotieven. En dan heb je Just Trains met een Taurus. En je hebt natuurlijk, volgens mij komt trouwens die OBB 2016 komt volgens mij ook bij de Just Trains vandaan. Maar dat weet ik weer niet helemaal zeker. Maar ik vind dit soort geavanceerde locomotieven vind ik altijd heel erg uitdagend om in te rijden. En daarom dat ik ook gewoon graag wil blijven rijden. Bert van Münster, klasse gereden Bjorn. Ik heb hem via mijn nieuwe tablet gekeken. Nou, kijk eens aan, Bert. Ik hoop dat jij heel veel plezier hebt van jouw nieuwe tablet. En misschien dat je mijn livestreams even volgen ook wel kunt kijken op jouw mooie nieuwe tablet. Want dat zou natuurlijk helemaal gaaf zijn. In ieder geval heel veel plezier met jouw nieuwe tablet, Bert. Christian 983. Bjorn, ga je ook testritten maken voor de Noordwest-Nederland route tussen Amsterdam Centraal en rangeerterrein Zaanstad? Nou, ik ben wel een soort van beta-tester van de Noordwest-Nederland route. Alleen, wat ik niet doe is dingen zoals seinlinken, snelheden, wissels. Die dingen doe ik niet. Ik heb alleen te maken dat als er een beta-release is en er staan echt gebouwen in, dan doe ik het doorgaan mee. Maar je moet mij niet gaan doodgooien met seinlinken en snelheden en wisselstanden en wat dan ook. Want dat weet ik nog echt helemaal niks vanaf. Sheldon Hack, mooie video bliefjes. Zou je weer een keer van Roosendaal naar Utrecht Centraal kunnen rijden? Ik hoop dat deze reactie in de volgende Train Simulator komt. Nou, Sheldon, helaas ben ik nooit zo snel. ik zou je zelfs vertellen, volgens mij liggen mijn reacties vaak 5 of 4 episodes achter. Omdat ik altijd van tevoren opneem. En dat is de reden dat mijn reacties altijd maar een week later komen. Dus, maar ik wil heus wel een keer naar Utrecht heen rijden. Dat is geen probleem. Manuel Raafs. Hier rijden nu SGM's in plaats van MAT64. Alleen gisteren reed er wel één in de rest van de SGMM. Oh, er reed toevallig één SGM. Oké. Duidelijk, Manuel.
Dan hebben we Jip Schaafsma. Kan je een keer van Amsterdam Centraal naar Enkhuizen rijden? Helaas niet. Ik woon namelijk zelf in Hoorn en het zou mij leuk lijken om dat een keer te kunnen zien. Nou, helaas niet. Aangezien de route niet bestaat. Maar mocht er een keer wat uitkomen naar Hoorn, dan zul je dat uiteraard wel horen. Jannik Jacobs, de ICE die voorbij reed is geen ICE 2, want die heeft maar langs één zijde een motorrijtuig en het was wel de ICE 1, die langs beide zijden een motorrijtuig heeft zitten. Trouwens, leuke route en natuurlijk een goede video en ga zo verder. Nou, in ieder geval bedankt. Het verschil tussen de ICE 1 en ICE 2 is natuurlijk niet gek veel, dat weten we allemaal. Maar ja, ik kan hem helaas niet in 2 seconden al eruit halen. Ik ben in ieder geval blij dat een stel oplettende kijkers hem wel uit kunnen halen. Dat scheelt weer. De Dusdal Gaming. Wat een prachtig geluid geven deze locomotiefs van deze wagonnen. Ik denk dat je het andersom bedoelt. Ik denk dat je bedoelt wat een mooi geluid geven de wagonnen van deze locomotief. Maar dat maakt niet uit hoor. Maakt me echt helemaal niet uit. Ik ben het inderdaad met jou eens. Deze wagons, dat zijn speciale goederenwagons met een heel mooi geluid erachter gezet. En ik moet inderdaad zeggen dat ik het ook met jou eens ben. En dat het echt een heel, heel, heel mooi geluid is wat hier achter zit. Ik ga even iets harder remmen, want... Nou, dan krijgen we meteen op wielslip. Niet netjes. Ja, speeding is ook niet bepaald netjes. Wielslip is ook niet netjes. Ik vraag me trouwens af wanneer ik wel op een goede manier rem. Want die GTW die krijgt namelijk, als je op hetzelfde percentage blijft remmen, dan krijgt die GTW altijd op een gegeven moment last van wielslip. En we stoppen volgens mij ook aan de verkeerde kant van het station. Volgens mij horen we normaal gesproken aan de linkerkant stoppen. Na mijn belevenis. Volgens mij horen we normaal gesproken links te staan in plaats van rechts. Maar ik heb het scenario niet gemaakt, dus... Ik hou netjes mijn handjes in de lucht. Hoe lang staan we hier stil? Wel een poosje. Goed, dan hebben we Leo Bosboom. Wat een geweldige, mooie, lange trein. En het geluid over de wissels is inderdaad prachtig. Alleen miste ik het knarsende en piepende geluid van de wielen die je vaak op de wissels hoort. Prachtig commentaar weer, Bjorn. Top. Zou je alleen... als je met een comment bezig bent, deze af willen handelen. Je breekt deze soms af als je iets met de trein gaat doen. Dit is geen verwijt hoor, groetjes van je fan. Ja, weet je hoe dat komt? Er blijven en zijn gewoon mannen. En die kunnen al eenmaal geen twee dingen tegelijkertijd doen. Dus ik kan niet iets aan de trein veranderen en nog bezig gaan met een comment. Want dat gaat 9 van de 10 keer gaat dat bij me mis. Waardoor ik dan de noodrem af laat gaan of wat dan ook. Maar in ieder geval wel bedankt voor jouw oplettendheid. Dan hebben we Rick van het Hul, die zegt mooi. En Paul Snijder zegt mooie cargo en route en lok, top gereden. Dus nou ja, eigenlijk zegt Paul dat hij alles helemaal geweldig vindt. En dat vind ik ook alleen maar mooi. Colin Blaas, Björn, kun je alsjeblieft een route tutorial geven? Ik heb nu een route Midden-Nederland geïnstalleerd. Maar het enige wat ik zie zijn met ICM's en wat bosjes. Ja, dat komt dan schijnbaar omdat als jij het hart van Nederland gaat installeren... Dan moet jij sowieso een paar assets downloaden. En een paar, of veel van die assets zijn ook nog payware. Dus dat betekent dat je daarvoor moet betalen. Ja, die moet je in ieder geval bezitten. En alles staat in de readme die dan met de route is meegeleverd. Dus dat moet je nog even zien te krijgen. En als je al die routes hebt, want het zijn best wel veel routes die je nodig hebt voor het hart van Nederland. Dan moet het geen probleem zijn om alles te kunnen doen. Dan hebben we nog Jordi Boshoven. Waar haal jij de Nederlandse routes vandaan? Nou, dat is op zich vrij simpel. Alle Nederlandse routes die ik volgens mij nu nog heb, komen allemaal van www.trein.nl. Dat is een soort van, ja, dat is een community website waar allemaal Nederlandse routes en Nederlandse dingen worden aangeboden. Dus ik zou zeggen, als je graag zou willen kijken... Dan kun je even registreren op www.trein.nl. Zo. Ik vind het trouwens wel even leuk om even een mooie foto te maken van deze trein. Even kijken wanneer die godsnaam aankomt eigenlijk, want ik heb... Van mij komt hij zo aan. Ja hoor.
Ja, nog net op tijd. Oei, die was ook wel heel erg... die was inderdaad wel heel erg op het randje. Dan hebben we de laatste comment nog een keer van Jordi. Is het niet luchthaven? Dat Berlijn luchthaven? Ja, dat zou heel goed kunnen zijn, maar ik weet alleen niet meer met zekerheid te zeggen wat dat nou is. Of het nou airport, luchthaven, vluchthaven. Ik weet wel gewoon niet wat het is, joh. Het kan misschien wel van alles zijn. Nou, in ieder geval waren dat alle comments van deze episode weer. Wat misschien nog wel even leuk lijkt om even wat informatie nog weer over deze route te halen. Waar waren wij net weggereden? Wij waren net weggereden uit Ommen, toch? Bij station Ommen. En dan wil ik ook wel graag eens even zien of er nog iets over te vertellen valt over station Ommen. Ik mocht nog even iets meer tractie geven, want... Zo. Eens even kijken. Station Ommen waren we net vertrokken. En de station Ommen is geopend op 15 januari 1903. Heeft tevens twee sporen, hebben we net gezien, en één perron. Die dus in het midden staat. De spoorlijn waar die aan zit is natuurlijk de spoorlijn Zwolle Stadskanaal. En de vervoerder hier is Arriva. Waar we dus nu ook natuurlijk mee rijden. Station Ommen is het station in de Overijse plaats Ommen. En gelegen aan de zuidelijke rand hiervan. Het station is op 15 januari 1903 geopend, tegelijk met de opening van de spoorlijn Zwolle-Ommen. Station en spoorlijn zijn geopend door de Noordoosten Lokaal Spoorwegmaatschappij, de NOLS. En het stationsgebouw van Ommen is de vergrote versie van het type 2 klasse en dat ook nog te vinden is in Dalfsen, Marienberg en Hardenberg. En station Ommen wordt in beide richtingen 2 per uur, spits 4 per uur, aangereden door een trein. Aangedaan door een trein op traject Zwolle Emmen. Goeiedag zeg, aangereden. Ja, dat lijkt me niet heel erg slim, hè. Eens even kijken, hoe lang is dat spoorwijdte? De lengte van de Zwolle naar Emmen route is trouwens 106 kilometer lang. Dat is misschien wel grappig om te weten. Dus dat is best wel een ontzettend lange route eigenlijk, als je zo een beetje over nadenkt, hè. Eens even kijken, en die natuurlijk ook dan gelegen is aan de spoorlijn Zwolle Stadskanaal. Eens even kijken hoor. Eens even zien, dit is allemaal geëlektrificeerd in 1987. En tussen Zwolle en Marienberg mag je dus 140. En tussen Marienberg en Emmen is maximaal 130 km per uur toegestaan. En de treinbeïnvloeding hiervan is de ATB-EG. Dus de eerste generatie, dus waar we momenteel ook mee rijden. Veel mensen vragen trouwens ook nog van... je hebt natuurlijk ook de G2-versie met de ATB-NG. Wacht even, dit gaat fout. Stoppen. Ja, dood. Hartstikke dood. Ik heb vaak genoeg getoeterd, maar mensen rijden altijd hierdoor. maar de ATB-NG's, mensen vragen me wel eens van, kun je die niet uitzetten of kun je die naar de EG veranderen? En dat is helaas niet mogelijk in verband met scripts en dat is best wel veel lastig werk. Eens even kijken, is er nog wat... Even kijken of er nog wat leuks is te vertellen over deze lijn. Uitbreiding van capaciteit. Er wordt door de provincie Overijssel gekeken naar een infrastructurele aanpassing, waardoor het mogelijk wordt om een directe verbinding tussen Hardenberg en Almelo te realiseren en of hogere frequenties, 4 per uur, op het gehele traject Zwolle-Emmen mogelijk te maken. Nou, dat zal wel heel mooi zijn natuurlijk, dat je dan met wat grotere, of met meer treinen tegelijkertijd dat zou kunnen rijden. Ik moet zometeen eventjes gaan remmen, denk ik, want ik zie hier honden staan. En dan komen we zometeen bij station Marienberg. Ze zitten ook over na te denken om omtrent een verlenging van de trein, dus Almelo-Marienberg. Het is de intentie van professionele... Oh, nee, scheisse, gewoon net te laat. En dan hier een noodrem krijgen, kunnen niet... Die kunnen we ook niet eraf halen, hè. Serieus? Hier? Ga eraf! Nou, dan niet.
zie dit er oplopen dan. Dit loopt ook wel behoorlijk ver op, of niet dan? Ja, min 100 release. We moeten snel doorgaan. Anders komt het te laat. Dit is niet netjes. Ja, ik kan wel zeggen dat het gepland is, maar dat is natuurlijk niet. Even kijken. Om in 2016 de trein die van Almelo naar Marienberg door te trekken naar Hardenberg. Hierdoor wordt het gemakkelijker om vanuit Hardenberg naar Twente te reizen en verwacht men in de groei van reizigersaantallen. Logisch. Hiervoor zijn een aantal investeringen aan spoor en stations nodig. Ja, duh. Kijk, ook het spoor wat je hier dan aan de rechterkant ziet. Dat is natuurlijk het spoor dat gaat richting Almelo. En ja, in Almelo rijden natuurlijk ook GTW's. Wheelslip boeit me niet. Oh, wacht even. Oh, ho. Ik ga eventjes een geplande noodrem doen. Ik dacht, dit is even hoe noem je dat? Een ode aan Wouter. Want Wouter had heel toevallig laatst nog een trein gefilmd die met de noodrem het station binnenkwam. En ik dacht van, dit wil ik een keer nadoen. En bij deze, het is ook gelukt. We zijn Marienberg met een noodrem binnengereden en we staan precies op het goede moment stil om zo verdere vertraging te voorkomen. Bij deze, Wouter, speciaal voor jou, een station binnenrijden met een noodrem. Het is mogelijk, zeker wel. Ik hoop dat je het ook hartstikke leuk vond. Even die rem ervan afhalen zo. Hartstikke mooi. Misschien is het nog wel een keer leuk trouwens om even vanuit de... om vanuit hier eens een ding te starten. Even. Zo. Nou telt die door de man ook niet zo ver verder. Oh. Lol, moet al weg. Ik had eerder het geweten. En dan gaan we met vol tractie vooruit naar Hardenberg. Mis ik nog een bovenleiding? Of het lijkt dat ik bovenleiding mis, maar er was daar... Oh, dat komt natuurlijk... Oh ja, logisch. Ik snap hoe dat kwam. Vanuit Almelo naar Marienberg, dat is volgens mij niet geëlektrificeerd, dacht ik. Trouwens weet ik niet zeker hoor. In die tijd dat ik er nog heen ben gereden naar Marienberg, was het nog diesel. Dus niet geëlektrificeerd. Nou, in ieder geval zijn we net even weggereden bij station Marienberg. Ik wil ook nog eens voor jullie kijken of er wat te vinden is over Marienberg. Eens even kijken. Station Marienberg is geopend op 1 februari 1905. Heeft 2 perrons, 3 perronsporen. En is verbonden met de lijn Zwolle, Emmestadskanaal, Marienberg en Almelo. En... dan hebben we natuurlijk te maken met de vervoerder. Die is natuurlijk Arriva. Arriva, Arriva, André, André, jeeha. En even kijken. Station Marienberg is een station van de gelijknamige plaats Marienberg in de provincie Overijssel. En is natuurlijk geopend op 1 februari 1905. En gelegen aan de spoorlijn Zwolle-Emmen. En Marienberg-Almelo. Het station is gebouwd in opdracht van de NOLS, die onder andere de spoorlijnen Zwolle, Stadskanaal en Marienberg-Almelo heeft laten aanleggen. En tot 1938 de eigenaar hiervan was. Het is evenals alle andere NOLS-stations een ontwerp van Eduard Kuipers. En volgens de indeling van de NOLS is dit een station tweede klasse. De bijbehorende locomotiefloods is in 1930 afgebroken. Van 1932 tot 1959 heeft de coöperatieve landbouwvereniging een spooraansluiting gehad. En het goederenvervoer van en naar dit station is op 10 januari 1966 beëindigd. Het stationsgebouw was in 2001 door de Nederlandse Spoorwegen verkocht, waarna er een horecagelegenheid werd gevestigd. Kijk, dat is wel eens grappig. Dat wist ik in instantie helemaal niet dat er... Waarom is hij nou in één keer gestopt met tractie geven dan? Ik had het denk ik gewoon netjes op cruise control staan.
Jongen. Meer tractie geven, moeten wel op tijd wezen, hè? Anders is dat niet helemaal netjes. Nou, huppakee. Cruise control, dames en heren. Dat betekent dat de trein wel op dezelfde snelheid moet blijven rijden. Anders is het natuurlijk helemaal niet netjes. Nou ja, hoeveel noten hebben we deze episode gehad? Volgens mij 2. Waarvan eentje gepland. Speciaal voor Wouter. Was trouwens ook wel grappig, want Wouter die vertelde mij toen dat die trein inderdaad met een noodrem het station was binnengereden om zo eventuele vertraging te voorkomen. En het grappige ook nog was dat de trein echt gewoon op precies de goede plek stil stond. En volgens mij stonden wij ook wel aardig op de goede plek stil, daar niet van. Maar ja, het is natuurlijk niet iets dat wij vaker gaan doen. Oh, 80. En de Doneman. Kijk, ik blijf op dezelfde manier remmen, maar toch, hè. Maar toch. Krijg je op een gegeven moment wielslip. Ik weet begon niet waarom. En hier is dan een bordje van 80. Hoppakee. Zo, en dan zijn we tevens aangekomen bij het eindstation, station de Hardenberg. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze episode weer voor vandaag. Ik hoop natuurlijk dat jullie de episode leuk vonden. Zowel even dat blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je graag meer van mijn episodes zien, dan kun je uiteraard abonneren op mijn kanaal. En dan word je er elke week wel een keer gespamd met een Train Simulator video. Dus even netjes hier stil gaan staan. En dan wil ik jullie alsnog heel graag bedanken. En dan zou ik zeggen, tot de volgende episode. Oh, ja. Tot ziens. Dag.